Humanitas houdt vanwege het 65-jarig bestaan zaterdag een dichtbijdag. Op acht verschillende plaatsen in de stad is dan te zien wat de vrijwilligers allemaal doen. Het doel van deze dag is dat meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger. De dichtbijdag van Humanitas: dat, is, uh, dat hebben we aanstaande zaterdag op verschillende locaties in de stad Groningen. En daar willen we eigenlijk uh, ja, Humanitas meer bekendmaken. De mensen en, ja, ons eigenlijke doel is eigenlijk om vrijwilligers te werven. De vrijwilligersorganisatie is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Een van hun projecten is mensen te helpen het overzicht weer terug te krijgen in hun administratie. Ik zag er zelf het uh, helder niet meer van in. Van, oh, hoe kom ik hier door? Door deze grote bult met uh, ja, met post en uh, met rekeningen. En ik dacht echt dat ik uh, ja, gewoon een paar duizenden euro's gewoon. Uh, gewoon oh, de schulden zat en dat bleek reuze mee te vallen uiteindelijk. Alleen ja, ik, ik zag door het boom het bos niet meer. Wij hebben uh, uh, een, bij het project thuisadministratie, ongeveer 70 vrijwilligers die bij de mensen thuis helpen, uh, bij het weer uh, ja, bijvoorbeeld op orde brengen van hun administratie, het helpen met lezen van moeilijke brieven. Uh, maar ook uh, mensen helpen die in een schuldenproblematiek zijn en die dan uh, op weg helpen eigenlijk naar de kredietbank. De vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen hun zelfvertrouwen weer terugkrijgen. De hulpvragers durven hierdoor zelf iets aan de situatie te doen en ze zijn vaak erg blij met de hulp. Geweldig, ik ben uh, super blij daarom. En uh, ja, ik hoop dat ze meer mensen kunnen helpen daarmee, want uh, ik ben niet de enige wat ik zo hoor. Dus uh, ja, ik ben super blij. Dus je raadt het ook andere mensen aan? Ja, absoluut. absoluut. En uh, als ze vrijwilliger kunnen meedoen, helemaal goed natuurlijk. Want ja, dus, er zijn zoveel dingen waar, waar je mensen mee kunt helpen. En uh, Humanitas is zo groot. En ik denk bij mezelf, nou, dat is uh, nee, echt geweldig. Super.